accessibility engineer bij Q42. Dat betekent dat ik eigenlijk dagelijks bezig ben met toegankelijkheid hier. Nou ja, van mijn hobby mijn beroep gemaakt, zullen we maar zeggen. En ik wil het graag met jullie vandaag hebben over inclusive design. Een belangrijk onderdeel van als je bezig bent met toegankelijkheid. En ik wil jullie laten zien wat inclusive design voor jou kan doen als je iets maakt. En om te beginnen wil ik je even een filmpje laten zien. Een kort intro. People think that having a disability is a barrier. But that's not the way I see it. You can catch up with friends. Ready? You can capture a moment with your family. One face, small face, focus lock. And you can start the day bright and early. You can take a trip to somewhere new. You can concentrate on every word of a story. A bird began to sing. Jack opened his eyes. You can take the long way home. Or edit a film like this one. When technology is designed for everyone, it lets anyone do what they love, including me. Nou, dat is een fantastisch filmpje, dat willen we allemaal, toch? Gewoon, dit is wat je kan bereiken als je je focus legt op inclusive design. Maar goed, even over naar de realiteit. Die is iets anders, iets weerbarstiger. Het is een persoonlijk verhaal. Dit is mijn schoonzus, Colinda. Zij was tot 6 maanden geleden was zij CEO bij Holland & Barrett. Voorheen bekend als de tuinen. En besloot met sabbatical te gaan. En per 1 september zou ze weer een nieuwe baan beginnen bij als CEO bij Sissy Boy. Helaas is dat niet doorgegaan. Zij ging, ik denk 2 maanden geleden, samen met mijn zus en haar zoontje, mijn neefje, ging zij naar Zuid-Afrika voor een korte vakantie. En terwijl ze op safari waren in de bush, kreeg zij een hersenbloeding. Dat heeft als gevolg gehad dat zij naar het ziekenhuis in Kaapstad moest worden gebracht. Daar bleek dat haar zicht, dat ze geen zicht meer had. Dat ze gewoon stekelblind was. Zij is ondertussen weer terug in Nederland. Het gaat wel beter met haar. Dus dat even is positieve nieuws. Haar zicht is nog lang niet terug. Ze heeft nu 15% en de vraag is of het ooit terug gaat komen. Maar goed, beroepsgedeformeerde als ik ben, vroeg ik natuurlijk aan haar van, hoe gaat het met je iPhone? Kun je er een beetje mee werken? En het antwoord was, nee, totaal niet. En ik zei, waar zit hem dat dan in? Want ik wil wel graag weten, wat is er aan de hand en wat moeten we dan fixen? Ik zei, iets simpels als e-mails verwijderen lukt me niet. WhatsApp kan ik wel gebruiken, maar kan niet alle functies bedienen. Gewoon echt standaard dingen die wij allemaal gewend zijn, kon ze niet doen. En dan kan je zeggen van, ze is net blind, dan moet ze natuurlijk mee leren werken. Maar helaas is dat niet waar. En waarom weet ik dat? Omdat ik dit werk al jaren doe en weet dat we het niet altijd even goed fixen. Ik weet het ook, dankzij deze dame, dit is Leonie Watson. Zij is ook een blinde developer die de hele wereld overgaat om te vertellen over toegankelijkheid en inclusief design. Zij was een tijdje geleden bij een vriend van mij, die had een praatje georganiseerd samen met haar voor het CMD. En die vroeg aan haar van ten overstaan van het hele publiek, wat is voor jou nou een delightful user experience? En haar antwoord was, if it works. Met andere woorden, het is niet zo logisch dat alles voor haar werkt. Dus ik snap heel goed waarom Colinda af en toe heel gefrustreerd haar telefoon wil weggooien. En ik vraag me dan ook af van hoe kan het dat we allemaal zo goed weten hoe het moet. En dat willen we allemaal en toch doen we het niet. En volgens mij heeft dat te maken met dat we allemaal bang zijn voor Roy. En het gaat niet zozeer om wie Roy is, maar wat Roy is. Roy is return on investment. En ik wil dat even omdraaien. Waar we vooral bang voor zijn is
wat levert het ons op als we het doen? Inclusive design. Nou, ik denk heel veel. En daarom ga ik vandaag voor jullie een business case voor inclusive design proberen op te bouwen. We gaan kijken of ik ga alle ingrediënten verzamelen om jullie genoeg voor te geven om dit te kunnen doen. Een business case. Nou, we moeten eerst even zeggen, wat is dan inclusive design? Dat is misschien handig om even te benoemen, dat we weten waar we het over hebben. Ik gebruik vaak de termen inclusive design en toegankelijkheid door elkaar. De een zegt, dat kan niet. Nou ja, goed, ik vind, voor mijn gevoel is inclusive design een deel van toegankelijkheid. Maar waar we het eigenlijk gewoon over gaan hebben, is het ontwerpen en bouwen voor iedereen. Daarmee kunnen we de business case gaan bouwen. Wat hebben we dan nodig? We hebben een doel nodig, een doelgroep. We moeten uiteraard over geld hebben. Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat betalen? En hoe gaan we dat dan fixen? Hè, een plan. Doel lijkt me redelijk evident. Dat is iedereen moet gebruik kunnen maken van mijn product. Dat is het doel. Daarmee hebben we ook meteen de doelgroep gedeven hier. Namelijk iedereen. Nou, hoe simpel wil je het hebben? Nou goed, iedereen, dat is nogal wat, denk ik. Dus laten we het vooral over gaan hebben. Oké, wat bedoel ik nou? Laten we het even gaan hebben over iedereen. Vaak als we het over toegankelijkheid hebben en inclusive design, dan hebben we dit beeld voor ogen. Dit is iemand die een hele, voor ons hele gemakkelijke taak niet kan volbrengen, omdat hij daarin beperkt wordt. Kortom, we denken aan beperkingen. Als we in Nederland over beperkingen spreken, dan spreken we al over een hele aardige groep. 4 miljoen mensen. Dit is nog van 2012 zelfs, dus ondertussen is de bevolking gegroeid. Maar ik ga ervan uit dat het ergens tussen de 20% en 25% ligt. Het aantal mensen met een beperking. Ik denk dat het al een veel grotere groep is dan velen denken. Maar wat zijn nou eigenlijk beperkingen? En daar wil ik het graag over gaan hebben. Van, ik wil dat begrip van beperking een beetje oprekken. En ja, we gaan het hebben over wat betekent dat je niet kan zien, niet kan horen, niet kan voelen en dingen niet zo makkelijk kunt begrijpen. Als we het hebben over niet kunnen zien. Stel dat je hebt een zichtbeperking, dan denken we al vaak aan aan iemand die blind is. Want ja, die kan niet zien. Maar goed, iemand die slecht kan zien, heeft natuurlijk ook een zichtbeperking. Hè? Vergrijzing slaat toe, waarover later meer. Mensen, het zicht gaat achteruit. En er zijn ook andere redenen om je zicht, zoals het verhaal van Colinda net. Er zijn allemaal redenen waarom je je zicht tijdelijk kan verliezen. Maar als je niet kunt zien, betekent dat niet per definitie dat je blind bent of slechtziend. Maar je kan ook misschien gewoon simpelweg niet zien, om de een of andere reden. Als jij in je auto zit, dan is het wettelijk verboden om naar je scherm te kijken. Met andere woorden, als je in je auto zit en je wil een app gebruiken, dan moet je die eigenlijk blind kunnen bedienen. Zo simpel is het. We hebben in Nederland hebben we 7,5 miljoen automobilisten. Dat is toch een aardige groeimarkt, zou ik zeggen. En als ik een slimme jongen was, dan zou ik dus bedenken van, goh, wat kan ik daarmee? En dan maak ik bijvoorbeeld een luisterkrant. Een krant waar je naar kan luisteren in plaats van naar kan kijken. Dus dat je wel de artikelen kunt horen. Maar er zit één klein dingetje aan het verhaal van deze meneer. Dit is Blendel, voor de mensen die het nog niet begrepen hadden. Alexander Klupping. Ik heb eens getest van wat nou als ik niet naar die app kan kijken en ik wil een artikel beluisteren. Ik ga jullie eerst laten horen wat ik dan hoor. Wat ik heb gedaan is, ik heb op mijn iPhone heb ik VoiceOver aangezet om te kijken van kan ik het weekoverzicht beluisteren. Nou, laat het even horen. Het weekoverzicht. Klik op luisteren nu om de beste stukken van de afgelopen week te beluisteren. Rihanna Tolsoers schuine streep. Rihanna Tolsoers, klik op luisteren nu om de beste stukken van de afgelopen week te beluisteren. Rihanna Tolsoers schuine streep, mogelijke tekst. Luister nu 11. Ik krijg een tip, namelijk klik op luisteren nu. Vervolgens kan ik die knop niet vinden en ik zal het nu even laten zien met beeld. Het weekoverzicht. Klik op luisteren nu om de beste stukken van de afgelopen week te beluisteren. Rihanna Tolsoers schuine streep. Rihanna Tolsoers, klik op luisteren nu om de beste stukken van de afgelopen week te beluisteren. Rihanna Tolsoers schuine streep, mogelijke tekst. Luister nu 11. Ah, voor zover is het slim om te bedenken wat de tekst op die button zou kunnen zijn. Dus krijgen we luister nu 11. Ik denk dat het een gemiste kans is om hier echt een hele strakke gebruikservaring van te maken door even een labeltje op die knop te zetten. Dan had je kunnen zeggen, luister nu naar het weekoverzicht. Hè? Dan had je het meteen gevonden. Ik vermoed dat zij helemaal niet gedacht hebben aan het feit dat mensen die hele app blind moeten kunnen bedienen. Gemiste kans.
Die labeling is voor ons allemaal belangrijk. Hè? We kennen allemaal Siri waar we mee moeten werken. Overigens een ongelooflijk slechte resolutie van het plaatje, waarvoor mijn excuses. Maar ja, er is labeling ook belangrijk. Als jij bijvoorbeeld je lampen wil aanspreken, dan hebben we allemaal profijt dat die labeltjes op hun plek staan. Dan hoef je niet per se blind of slechtziend voor te zijn. Als je niet kunt horen, waar denken we dan aan? Ja, waarschijnlijk aan iemand die doof is. Maar er zijn andere redenen waarom je tijdelijk niet kunt horen. Bijvoorbeeld, je staat in een volle bus, je wil een filmpje bekijken en je bent je oortjes vergeten. Met balen. Of je werkt in een drukke kantoortuin. Dat zijn allemaal redenen dat je tijdelijk waardoor je tijdelijk even dingen minder goed kunt horen als je bijvoorbeeld op je telefoon afspelen. Ik denk niet dat je doof hoeft te zijn om het belang van ondertiteling te beseffen. We hebben 7,7 miljoen kantoorbanen. Ik zeg niet dat ze allemaal in zo'n rumoerige omgeving zitten, maar goed, het is wel een aardige groep om waar je voor kan ontwerpen. Niet kunnen voelen. Wat ik eigenlijk meer wil hebben, je kan dingen niet aanraken. Zoals deze jongen, Christopher Hills. Hij is een beetje, lijkt een beetje op die dame die in het filmpje zat, die het filmpje was bewerken. Hij is een video-editor, hij komt uit Australië. Hij is spastisch, zit in een rolstoel en kan met geen mogelijkheid een muis of een trackpad of een touchscreen gebruiken. Dus alles wat hij doet, doet hij met die twee knoppen erachterin. En zoals je net in het filmpje zag, kan hij daar heel veel mee. En hij is video-editor, hij heeft een goed lopend YouTube-kanaal. Volgens mij een uitstekend contract met Apple, waar hij flink wat filmpjes voor aflevert. Dus hij heeft het goed voor elkaar. Maar hij is wel afhankelijk van ons, dat wij zorgen dat het kan. Maar we hebben allemaal wel eens een reden waarom we even niet ons trackpad willen of kunnen aanraken. En dan gebruiken we ons toetsenbord. Dus het is heel belangrijk dat je zorgt dat die... Dat je weet waar de focus staat. Zodat je weet als je op een knop drukt wat je gaat selecteren. Dit halen we heel vaak weg, want dat vinden we niet mooi. Dat is heel jammer, want met een heel simpele middel maken we er best iets moois van. Ik zou zeggen, maak het mooi, maar haal het nooit weg. Andere redenen waarom je misschien wat minder accuraat bent, omdat je je dominante hand vol hebt. Dus in één keer met je linkerhand je telefoon moet gaan bedienen. Of je staat weer in die volle bus en die staat te schudden als een dolle. En dan ben je heel blij dat iemand die knopjes wat groter heeft gemaakt. En dat je niet zo heel precies hoeft te mikken. Dat ook helpt ook enorm. Er rijden iedere dag ongeveer 800.000 mensen met het openbaar vervoer in de hoofdstad. En een 500.000 mensen in Delft, Rotterdam en Den Haag. Dat is 1,3 miljoen met elkaar, dat is best veel. Misschien zit er overlap in, maar goed. Laten we afmaken op 1 miljoen, hè, om jullie tegemoet te komen. Wat nou als je dingen niet zo goed begrijpt? Daar hebben we allemaal wel eens last van. Maar ik wil jullie introduceren aan Caron. Caron heeft een verstandelijke beperking. En Caron vindt dingen die wij logisch vinden, vindt hij niet per se logisch. Ik heb hem, ik denk 1,5-2 jaar geleden geïnterviewd. En toen vertelde hij over een opdracht die hij zichzelf had gegeven. Daar heb ik een filmpje van gemaakt en dat wil ik even jullie laten zien. Ik ben Caron, 34 jaar, kom uit Gouda. Ik heb een schemer gemaakt met de vuilnisophaaltijden voor mijn vriendin en voor mij in Gouda. En dat heb ik uiteindelijk opgezocht. Tenminste, ik heb het geprobeerd bij Gouda zelf op te zoeken op de gemeentewebsite. En je zal het vast kunnen vinden bij de gemeente, alleen voor mij dus niet op een logische manier. En ik ben geen beetje kwijt. Gouden. Oh, daar kan je niet op klikken. Maar via Google is het wel gelukt. Dus Google is best handig. Alleen wel raar dat je het niet van de gemeente af aan kan vinden. De conclusie is dat het veel makkelijker kan. Veel kortere weg kan je bewandelen en die weg zou ook duidelijk moeten zijn voor mij, voor meer mensen denk ik. Ik zou zeggen, internet heeft een tonton nodig. Zo zie je, logisch hoeft niet logisch te zijn. Voor Caron ziet zo'n website er zo uit. Het is gewoon nodeloos complex. En dat heeft in dit geval waarschijnlijk vooral te maken met copy. Hij zocht een bepaalde term en die term, het werd niet als zodanig benoemd.
Maar goed, er zijn allerlei redenen waarom mensen hun weg niet kunnen vinden. Het niet kunnen begrijpen is niet alleen voorbehouden aan Caron, maar we hebben ook een heleboel ouderen in Nederland. Die zijn niet opgegroeid met computers, niet opgegroeid met mobiele telefoons. En die moeten zich dat toch eigen zien te maken. Als je gewend bent aan een analoge manier van dingen fixen, je moet het in één keer digitaal gaan doen. Ja, dat is nogal een opgave. We hebben in Nederland op dit moment 2 miljoen ouderen boven de 70 jaar. Dat is best een grote groep en die is groeiende zelfs. Maar er zijn ook andere redenen waarom je misschien dingen wat moeilijk kunt begrijpen. Omdat je woont in een land waar je niet geboren bent en je de taal misschien niet zo goed machtig bent. Of wellicht omdat er grote culturele verschillen zijn. Allemaal redenen waarom het lastig is om dingen te begrijpen. In Nederland hebben we op dit moment 3,8 miljoen mensen met een migrantenachtergrond. Dat is gewoon een getalletje tussendoor. Deze mensen hebben behoefte aan duidelijkheid en dat we ze een beetje op weg helpen. Dat hebben we allemaal. Over copywriting om te laten vertellen, als je wil dat iedereen het snapt, schrijf dan als je schrijft voor een 9-jarige. Dan weet je er zeker dat iedereen het snapt. Maar er zijn ook andere manieren om mensen op weg te helpen. En dat is bijvoorbeeld door ons aan de afspraken te houden die we samen gemaakt hebben. Nou, we hebben iets als UI design, als design patterns. Dat zijn gewoon de patronen voor navigatie en alles. En die zijn extreem belangrijk. En als je hiervan afwijkt, als je een ontwerp maakt, dan moet je dat wel even uitleggen, denk ik. Want dan kun je mensen kwijtraken. Dus ik zou zeggen, dit heeft altijd voorrang. Zorg dat je houdt aan de gemaakte afspraken. Maak het voor mensen, als ze eenmaal één keer ergens gezien hebben hoe het werkt, is dat op een andere plek hopelijk ook zo. En dan natuurlijk een onderwerp waar we allemaal op zitten wachten, geld. Voor ik daar induik wil ik jullie even dit laten lezen. Ik wacht even. Sinds 1 januari 2017 geldt dus die algemene norm voor toegankelijkheid. Dat betekent dat je als altijd eigenlijk verplicht bent om ervoor te zorgen dat iedereen alles kan gebruiken. In Nederland hebben we niet zoiets als de toegankelijkheidspolitie. Dus er wordt niet op je gejaagd als je het niet doet. Maar het kan wel zijn dat iemand op een gegeven moment naar je toe komt en zegt van hey, ik kan jouw app niet gebruiken, je moet dat voor mij fixen. Dat is één ding. Maar goed, er staat ook bij dat als je het gaat verbeteren, dan moet dat niet onevenredig belastend zijn. Dat vind ik het interessant dan. Want wanneer, en dat stond bij als het heel veel geld of tijd kost, wanneer kost iets nou heel veel geld of tijd? Nou, er is één feit, en dat weet ik 100% zeker, dat is achteraf fixen is altijd duurder. Als je niet meteen mee aan de slag gaat, dit kost echt. Ik heb heel veel getallen gehoord over mensen die zeggen, wat kost dat nou, accessibility? Nou, het kan van 5 tot 10% variëren in getallen. Heel erg afhankelijk van wat je doet, hoe groot je project is, en hoeveel geld je hebt, of dat ook heel veel is, ja of nee, en of het onevenredig belastend zou zijn. Maar goed, hoe langer je ermee wacht, hoe duurder het wordt. Dat kan ik je verzekeren. Dat weet ik. Dat is uit ervaring. Oké, hoe dan? Hoe gaan we dat dan fixen? We hebben projecten en daarin hebben we maar vaak veel te weinig tijd, heel klein budget en een enorme bak met features. En er moet alles in gefixt worden. En nou kom ik nog eens met het verhaal van ja, daarbovenop wil ik ook dat je het nog eens voor iedereen doet. Maar goed, ik ga het makkelijker maken, want ik put altijd moed uit deze uitspraak van mijn oma. Er is nog nooit een kok gevonden die kan koken naar voor alle monden. En daarbij bedoelde ze eigenlijk van, je kunt niet altijd iedereen tevreden houden. Maar dan heb ik wel een andere vraag voor jullie. Dat is namelijk, met wie hou je nu eigenlijk rekening? En ik denk dat dat wel een belangrijke vraag is. En ik heb ook een idee over het antwoord. Want meestal houden we rekening met de persoon. We redeneren vanuit onszelf. Dan houden we rekening met de groep die het meest op ons lijkt. Want dat snappen we. En daar kunnen we makkelijk voor cateren. Die mensen die op een andere manier met onze app omgaan, op een andere manier door onze website navigeren, ja, dat is moeilijk in te schatten. Snappen we niet, dus we richten ons daarop. En die groep is heel groot. Ja, dus daar kun je aardig wat geld mee verdienen, zullen we maar zeggen. Maar wat ik wil vragen is van, denk nou eens de volgende keer eens, nou, doe eens een plus één. Haal nou eens één iemand erbij die het op een totaal andere manier aanpakt dan jij. Totaal. En ga daar eens over nadenken. Van hoe zou die deze app willen gebruiken? En of als je tijd en zin hebt, doe 2 of 3. Maar denk gewoon eens na over hoe iemand anders het doet. Bij Q organiseer ik af en toe gewoon sessies met mensen met een beperking. Dit is Larissa. Zij heeft onze Volkskrant app getest. En dat was een heel nuttige sessie.
ik zal niet zeggen dat de Volkskrant volledig toegankelijk is, maar hij is toegankelijker dan die ooit zou zijn geweest als hij niet was langs geweest. Wat Feyenoord ons wist te vertellen was dat het de eerste krantenapp in Nederland is die ze ook daadwerkelijk kon lezen. Ik vond, nou, dat is toch best een dingetje dat wij bereikt hebben. En daarmee is nog niet gezegd dat we alles kunnen fixen, maar we hebben al veel meer gedaan dan als we er niet hadden bijgehaald. 2-3 weken geleden hadden we Bram Duvignot over de vloer. Dat is ook een blinde developer en we hebben hem gevraagd om een aantal van onze apps door de mangel te halen. Het klinkt heel heftig, maar het is heel leerzaam. En we weten nu wat ons te doen staat. Onder andere de Rijksapp. De mannen van het team van het Android-team hebben toevallig vorige week een release live gezet, waarin in ieder geval al wat labeltjes op de plek stonden en de titels werden benoemd, waardoor het al veel makkelijker is om het voice-over door de app heen te gaan. Kleine dingetjes. Maar er is een groep, die wordt hier heel gelukkig van. Vorig jaar hadden we Leonie Watson over de vloer, de dame die ik al eerder liet zien. Toen heb ik de Roast of Q42 georganiseerd. Ik zeg tegen alle developers, nou, laat je werk maar zien. Zij ging daar kritisch doorheen. En goed, we zijn wel Q, dus we wilden ook weer fixen. We hadden ook gevraagd, het is goed dat je het roast, maar daarna wil het ook een beetje fixen. Dus die middag hebben we gewoon een aantal van haar bevindingen opgepakt en hebben gefixt. Waardoor ook een aantal dingen alweer een stuk toegankelijker waren dan daarvoor. Het zijn hele kleine, makkelijke sessies. Het duurt een dag in dit geval. Zo praktisch kan het zijn. Dit is natuurlijk een ideaal beeld als je dat doet. Hè? Dan bedien je iedereen. Dat is niet zo, maar ik denk dat de waarde ergens in het midden ligt. Op het moment dat je één ander iemand erbij had, wordt je bereik in één keer een stuk groter. Krijg je veel meer mensen. En dat het ook heel... dat het uitgaan van één persoon ook veel grotere effecten kan hebben, heeft deze meneer bewezen. Deze meneer is Sam Farber. Hij is de oprichter van het bedrijf OXXO. OXXO staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke keukengerei. Een goedlopend bedrijf. En dat is een vrouw. En hoe is dat bedrijf ooit begonnen? Hij zag zijn vrouw, die had reuma, zag hij worstelen met dit Spartaanse apparaat, een dunschiller. En hij had zoiets van, dat kan beter. En in plaats van dat hij er ging helpen met aardappelschillen, zei hij van, ik ga een betere dunschiller voor jou maken. En na een aantal prototypes heeft hij uiteindelijk eentje bedacht waar we allemaal profijt van hebben. Ondertussen heeft hij dus een... Meneer Sam Farber is zelf overigens dood, maar het bedrijf bestaat nog steeds en maakt hele gebruiksvriendelijke keukenapparatuur. Dit filmpje wil ik met jullie delen. Want Microsoft kwam recentelijk uit met een nieuwe Xbox controller, speciaal voor mensen met een beperking die moeite hebben met die kleine controllertjes. En die verpakking, dat willen we allemaal. Dit wordt helemaal niet voorbehouden in één groep. Al die verpakkingen zijn altijd ontzettend rotter gewoon. En dit is een verpakking die voor iedereen fijn is. Het is helemaal niet voor die ene club bedoeld die controller gebruikt. Nee, dit wil ik voor elke controller wil ik dit hebben. Spraaktechnologie was tot voor kort vooral, tot een tijdje geleden vooral voorbehouden aan mensen die hun toetsenbord niet konden gebruiken. Maar ondertussen zijn we al een stuk verder. En ik weet niet of hier iemand bij het praatje van mijn collega's is geweest van Camille Sahan, maar dan weet je, dit is echt enorm booming. En dit is fijn voor iedereen, ook voor als je een beperking hebt. Ik weet toevallig voor Leni Watson, die gebruikt zo'n ding als eierwekker, want nu hoeft ze niet iedere keer op de telefoon te tappen. Dus dat is ideaal. Dus je roept gewoon van hoe lang nog? En dan geeft dat ding antwoord. Ik denk dat de tijd daar is. We begonnen een aantal jaar geleden hadden we Mobile First. We kwamen erachter dat heel veel mensen op dat kleine telefoontje zaten. En dus gingen we daarvoor ontwikkelen. Gingen we daarvan uit. We kwamen al snel erachter van het is niet het enige. Het is ook een beetje context. Van waar ben je? Wat doe je? En dan gingen we op ontwerpen. Dus we zorgen ervoor dat dingen zowel op een mobiel als op een desktop werken. En we maken dan ook vaak onderscheid erin. Van wat ze op een desktop wil je misschien wel anders dan op een mobiel. Die context die zijn we nu aan het uitbreiden. Het gaat niet alleen meer om je apparaat en de plek, maar ook vooral om wie je bent en hoe je navigeert. Volgens mij zijn we nu op dit punt aanbeland en moeten we nu even doorpakken. Dit kostte veel pijn, dat kostte veel pijn. Het kost ook even een beetje pijn, maar als we het eenmaal in de vingers hebben, dan moet het lukken. Even terug naar Roy. Samenvattend. Wat is nou die return on inclusion? Ten eerste... Volgens mij heb ik aangetoond dat het bereik behoorlijk groot wordt als je het doet. En dat je echt jezelf in de voet schiet als je het niet doet. Want je sluit echt veel grotere groep mensen uit dan je zelf denkt. 7,5 miljoen voor de prijs van 1. Als ze dat ene testje hadden gedaan bij Blendl, was dat knopje toegankelijk geweest. Dan hadden ze 7,5 miljoen die app gewoon blind kunnen bedienen in hun auto. Te hard. Dan, het kan een enorme drijver zijn voor innovatie. Daar ben ik van overtuigd. Dat we laten zien. En wacht niet te lang. Want hoe langer je wacht, hoe duurder het wordt in je project. Dus als je het meteen vanaf het begin doet, dan gaan namelijk ook de designers gaan dus andere beslissingen nemen. Zo werkt het gewoon. Dus wat mij betreft, handen uit de mouwen en aan de slag.
Dat was hem.